Hey, wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe GTA 5 met Ivar. Ik vind het onwijs leuk. Ik vind het onwijs leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe GTA met Ivar. En wat maakt deze GTA gameplay anders dan alle andere mensen die GTA spelen op het wereld... Nou, niet op het wereldwijde web, maar misschien in Nederland. Dat is dat ik het doe met een prachtig drankje genaamd Jägermeister. En, Hey baby, wat zijn? We zijn Franklin. Vorige keer drinkte ik het puur. Dit is een nieuwe opnamesessie. En nu drink ik het gemixt met Pepsi. Want ik wil niet zo snel sterven als de vorige keer. Mensen lieten achter onder de vorige video of ik enig idee heb hoe de storyline een beetje zit. Nee. Ik maak mijn eigen storyline. Ik ben gewoon heel benieuwd wat er met mijn boot is gebeurd. Want dat ben ik alweer vergeten. En of Ingrid uiteindelijk een leuke vriend gaat vinden. Want dat is natuurlijk wel waar het om draait in dit spel. Ik ga hem toch iets sterker maken. Want views. Er zijn sinds de laatste keer dat er is geüpload, zijn er heel veel nieuwe abonnees bij. En ik wil jullie even allemaal welkom heten. Hallo, ik ben Ivar de Groot en ik speel voor jullie spelletjes op het wereldwijde web. Ik weet niet of je ooit een keer op het wereldwijde web bent geweest, maar het is een plek waar al je dromen uitkomen. Ik ga als eerst even met Franklin lopen. Ik heb echt geen idee wat we moeten doen, maar dat is in deze game altijd zo. Het wijst zich vanzelf meestal. We worden straks gebeld of we moeten naar een van die letters toe. Dat helpt ook wel. Wacht. Sletterbak. Ik moet jouw auto hebben. Blijf recht rijden. Houdoe en bedankt. Oké, ik heb een pistool. Die auto was leuk. Ik moet een auto hebben. Of word ik nog gebeld? Wat moet ik doen? Ik weet het niet. Nu al chaos in de tent. Ik wil de motor. Yay. Sorry. Oh, dat doet hij nog vrij beleefd. Normaal slaat die mens echt heel hard. Ja, dat was even schrikken. Oké, wat gaan we doen? Ik heb geen idee. Oh, ik moet altijd de radio uitzetten. Backspace was het, hè? Godzieknotzie. Dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat ik erop zou blijven zitten. Allemaal bloed op de muur, vloer. Moet ik weer opruimen? Want dat is gemeente, kost allemaal geld. Ik ga even parkeren aan de zijkant, terwijl ik de radio uitzet. Het was Scrollwheel, Ivar. Dat weet je toch nog wel? Dat heb je helemaal lopen opzoeken. Dit is voor de copyright, mensen. Al is de muziek super chill. Vind ik jammer, want de muziek maakt het zo leuk. Nee, ik ben niet van de gangstermuziek. Prima als je dat leuk vindt, maar ik ben er niet van. Ik ben meer van de... Tell me what you want, what you really want. Tell me what you want, what you really want. I wanna, zig zig, ah. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Making love forever, friends you never ends. Volgens mij zong ik echt de tekst fout. Hoe gaat de radio nou uit? Radio off, maar ik ga heel... Radio off. Een armed, nee, off. Nu zit ik weer in mijn pistolenbob systeem. Welcome to Los Santos. Off, dank u. En dan moet ik proberen van mijn scrollwiel af te blijven. Various events unfold across San Andreas daily. The events will become dipped on the radio nearby. Oké. Hey, wat is dat? Wat ben jij? Jij rent weg. Volgens mij je hebt een pistool? Ga stoppen. Ik ga jou schieten. Heb ik een pistool? Nee, niet de radio. Een pistool. Hij is een boze man. Hij heeft een pistool. Ik wil jouw pistool. Is Shell dood? Jongen, sterf nou. Oké, zijn pistool ligt ernaast. We stappen even af. Ik weet niet of ik nou een goede daad heb gedaan of een slechte daad, maar hij werd in ieder geval een dotje. Hey, waarom gooi je helm af? Gooi je helm op, man. Dat is veel veiliger. Geen politie achter maand tot nu toe. Hé, er moet wel even iets gebeuren. Hé, nog een motor. What's happening? The autosave slot already contains autosave valve, pulling favors. Do you want to override the data? I don't know. We gaan ergens naartoe, want anders zetten we ook geen zoden aan de dijk. Wie wil er nou niet een vers potje zoden aan de dijk? Dus we gaan naar een van de M. Ik weet niet wat de M is. Ik weet ook niet wat het vraagteken is. Het is een vraagteken. Waar zijn we dichtstbij? We zijn dichtstbij de M. Dat is mansion zeker, of niet? Is dat mansion? Waar staat de M voor? Het is een huis, zo te zien. Waar staat de F voor? Jongens, waar staat de F voor? Ook een huis. Gaan we naar de F? We gaan naar de F. Ik weet het niet. Ik verwacht gewoon gebeld te worden en dan weer een opdracht te moeten doen. Zoals het al de hele tijd in deze game gaat. Vind ik wel een chille methode. Ik ga even drinken, anders neem ik deze video weg. Maar oh ja, ik was welkom aan het heten aan alle nieuwe mensen die opnieuw zijn geabonneerd. Die nieuw zijn. Wat leuk. Ik hoop dat je mijn video's ook kijkt. Ik kijk ook alleen naar het kaartje en dan niet meer op de weg. Heb ik u pijn gedaan? U heeft zo'n mooi bloesje. I'm just fine. Oh nee, dat bedoelde ik niet zo. Ik ben een brave boy. Ik wou een knuffel geven. Mensen zijn zo snel licht ontvlambaar. Dat is altijd met dingen die licht ontvlambaar zijn. Dat is vrij snel. Kijk hoor, we zijn hier om de hoek. Ik hoop zo dat er iets spannends gaat gebeuren. Want tot nu toe gebeurt er niet veel. Oh, het zijn vrouwen. Ja, maar dit zijn vrouwen. Wat is dit? Doe die helm af. Dit is niet sexy. Waste of time. Nou. Nou zeg dan. Nou, ik ben oprecht beledigd. Het is mijn auto. Ik heb geen auto. Ik moet een auto hebben. Dat is geen mooie auto. Maar dat zijn dus vrouwen. En die hebben ervoor gekozen om een baan te nemen. Uw auto is mooi. Mag ik... Nou, brutaliteit. Deze mensen die hebben gekozen om zeg maar van hun hobby hun werk te maken. Dus zeg maar die doen een seksen. Wat zeg ik nou allemaal? Met mannen.
Of vrouwen waarschijnlijk ook wel. Voor geld. Oh, hij belt de politie. Dat is not oké. Okay. Radio uit. Is daar een, ook een shortcut voor die radio uit? Of moet ik elke keer weer scrollen? Politie, dat meen je niet. Potverdorie, politie. Oké, okay. Nou, dat vind ik niet leuk hoor. Nou moet ik even verstoppertje spelen. Oh, auto kapot. Ik had die man moeten doden. Nee, ik had die man moeten vertellen dat ik de auto nodig had. Ik ga hier staan, hier kunnen ze me niet vinden. Hé, hey, daar is de politie. Jongen, ik heb hier geen tijd voor. Moet ik weer... Oh, ik wou alleen die vrouw helpen aan een zakseintje. Dat is alles wat ik wilde. En wat krijg ik ervoor? Politie achter me snuffert. Jongen, ik moet weer ontsnappen. Sorry mensen die net om me heen vlogen met bloed en zo. Het was allemaal niet de bedoeling. Maar ik moet vluchten. Want politie houdt niet van mij. Wow, rustig. Oh ja, we zijn aan het ontsnappen. Dat is waar. Oh, sorry. Was niet de bedoeling. Ik kijk weer meer op mijn kaartje dan op de weg. Ik stap wel uit. Ik wil niet dat de politie me te pakken grazig neemt. Als ik hiervan afspring, overleef ik dit? Spring, honey, spring. Oh, dat overleefde hij. Ja, het was ook een beetje een poesiesprong. Oh, daar komt de politie die kant op. Moet ik mijn pistool pakken? Oh, dit wordt gevaarlijk. Oh, de politie is boven. De politie is boven. Oké, okay, ik moet een auto hebben. Stop met rijden. Stop met rijden, shh. Ah, nou heb ik die band lek geprikt, kan ik er ook niet in rijden, hè. Politie, ga mij niet pesten, ik ben nog maar een jonge jongen. Ik doe mijn best, is dit... Is dit een vliegveld? Nee, dit is een haven. Een boot, ik zie een boot. En ik heb geen politiemacht achter me aan. Ik ga naar de boot. Overleef dit alsjeblieft, dank je. Toen ik jonger was dan 26, toen ik 12 was, toen ben ik een keer... Ging ik met mijn zus spelen bij een soort van verlaten bedrijventerrein. Met allemaal gevaarlijke stenen en zo. En toen ben ik gevallen op mijn neus. Ik heb er nog steeds een litteken van, kan je niet zien op deze camera, maar ik heb een litteken ervan. Als je goed naar mijn video's kijkt die wel in 4K zijn, dan kan je zien dat ik een litteken op mijn neus heb. En dat komt omdat ik toen op mijn neus ben gevallen. Jump! Dit was niet de bedoeling. Hallo, waarom zwem jij niet vanzelf naar boven? Waarom moet ik dat nou weer fixen? Maar toen ben ik dus op mijn neus gevallen. Oh ja, dat heeft toen zoveel gebloed. Hey, ik heb een boot. Ik heb een splinternieuwe boot. Ik wou zeggen, zet de autoradio uit, Ivo. Maar het is natuurlijk de bootradio. Maar gaat er nog iets in het verhaal gebeuren? Waarom gebeurt er niks in het verhaal? Omdat ik natuurlijk helemaal nergens naartoe ga. Dat is het hele probleem. Non-stop. Ik wil weg hier. Ik wil iets met het verhaal doen, mensen. Spring. Vul met mij het plaatje in. Oké, ik heb een auto nodig. Geen politie. En... Een weg naar... Oh, komen hier auto's langs? Ik zie daar auto. Lekker Nederlands hier voor de groep. Hé, microfoon. Ga jij eens lekker staan zoals je moet zijn. Microfoons zijn absurde apparaten, weet je dat? Heb jij daar wel eens over nagedacht? Microfoons. Camera's? Ook bizar. Maar microfoons zijn bizar. Er zit hier dus een soort van rondje in, hè? Dat trilt naarmate de geluidsgolven trillen van mijn stem. Dus mijn stembanden trillen. Dat trilt vanuit mijn mond. En daardoor trilt het membraan in de microfoon. Dat wordt omgezet... Dan staat er op Wikipedia bijvoorbeeld... Nou, dat wordt dan omgezet in een elektrisch signaal. Dan denk ik, ja oké, okay, maar dat is niet genoeg uitleg voor mij. Hoe kan een trilling worden omgezet überhaupt in een elektrisch signaal? Ik wil dat weten, ik wil dat leren. Ik heb ook veel opgezocht, ik weet ook wel iets, maar... En daarna wordt het van elektrisch nog eens omgezet in digitaal. Dus mijn trillingen van mijn stembanden, een puur natuurlijk voorkomen, wordt omgezet in nulletjes en eentjes, zodat jullie kunnen horen wat het is. Sorry hoor, dan zeg je dat Harry Potter magie is, maar dit is fucking real life magie, waar ik ook gewoon de ballen verstand niet van heb. En dat ik denk van, dit is insane. Waarom zijn we niet allemaal meer verbaasd? We gaan even naar de meisjes. Moet ik hier al afslaan? Ik weet het niet, mijn tomtom zegt niet. Ik moet wel wat rustiger rijden. Ik heb echt gewoon een casual. Dat logo lijkt een beetje op Hyundai. Ik heb een Radius. Is dit Hyundai? Is Hyundai überhaupt een automerk? Ik weet niks meer. Hyundai kan ook klinken als telefoonmerk. Heb jij de nieuwe Hyundai S5 al? Ik wel. Hey, leuke truck. Moet je vaker doen, zo'n witte. Is leuk. Zouden die meisjes van de lichte seks, lichte zeden, ook, staat daar iemand? Wat is dit? Ik zie daar een rood stipje op de kaart. Op de kaart. En waarom is dat? Hey! You fucking bitch! Just drop. That's a weak play, fool. Ik schiet je neer. Nou is die man heel verdrietig. Ik ga naar die man toe, want die is nu super verdrietig. Dus ik ga vragen of ik die man kan helpen. Ik kom u helpen. Wat is er aan de hand? Ja, alleen zo staan, daar redden we ook de wereld niet mee. Maar jou winnen we ook de oorlog niet, hè? Oh, moet ik eerst mijn portemonnee even terugpakken? Die ligt daar waarschijnlijk op de grond. En dan kan ik die man redden of zo? Heb ik zijn portemonnee? Ik ga zijn portemonnee terugbrengen. Ik ben steeds wel vet een brave burger. Ook al rijd ik eerst mensen dood om een brave burger te zijn. Over brave burgers gesproken. Ik heb echt honger. Oh, ik ben een vet... Ik ben goed. Ik ben goed. Ik ben een goed mens.
Oké, dan gaan we nu naar de hoeren. Oh, die metro, die trending is vet cool. Dat is zo San Francisco. Holy hell. Dat is holy hell. Dat is de heilige hel. Dat is een beetje tegenstrijdig. Ik moest hier zijn. De F. De F van Valerie. Oh, dat is gewoon mijn huis. Dit is echt, er gebeurt niks in het verhaal. Waarom gebeurt er niks in het verhaal? Ik snap het niet. Kevin, ik heb je hulp nodig. We gaan eerst even opslaan. Gaat er nu iets spannends gebeuren? Ik weet het niet. Oh, de tijd verstrijkt. Ik weet het niet hoor. Hè? Huh? Ja, oh no, my god, my goodness. Hebben jullie ook allemaal een déjà vu? Als je de vorige aflevering hebt gezien, heb je een déjà vu. Want dit hebben we al gedaan en gezien. Maar dat hebben we niet afgemaakt of zo. Misschien is dat de reden. Doen we het toch gewoon nog een keertje? Ik ben de broertje niet hoor. Ik ben niet eens een broer. Ik ben alleen een broertje. Ik ben wel oom van tant hoeveel kinderen. Lekker kontje hoor, snoezepoes. Oké, er komt er als goed is niemand aan met zijn van of zo. Als er iets natuurlijk is, dan is het seks. Laten we het daar wel even op houden. Eten en seks, dat is het ene. Als we teruggaan naar de core, is het eten en seks. That's all. Dus ik snap het wel, maar een beetje respect kan wel. We lopen, meneer. Ah, oh, die hond is zo cute. Wat ik niet snap, misschien kan iemand mij dat uitleggen, is waarom zulke honden heel vaak geen staart hebben. Hebben die echt geen staart of is die staart eraf gehaald? Wat ik zielig vind. Can somebody explain? You're gonna make some paper. Paper is geld in straat al, hè. Die hond is zo cute. Get in the van. Oké. Die hond is zo leuk. Ik wil die hond knuffelen. Honden zijn zo leuk. Ik vind honden echt leuk. Vinden jullie honden niet leuk? Honden zijn zoveel. Ik vind katten. Sommige katten zijn heel leuk. Sommige katten vind ik niet zo leuk. Honden vind ik altijd leuk. Ik heb nog nooit een hond gehad dat ik denk van, ik vind jou niet leuk. Oké, we zitten eindelijk in de van waar we de vorige aflevering waarschijnlijk al echt hebben moeten opslaan. Wat ik weer te vroeg heb afgekapt. Dus we gaan even kijken waar we naartoe moeten. Oh jongens, ik vind het een leuk spel. Wow, kijk naar die auto. Honden zijn zo leuk. Ik word er emotioneel van. Ik wil een hond. Ik wil geen hond hebben, want ik kan er slecht voor zorgen. Omdat ik dat zo... Oh, die mensen zijn vet. Maar weet je... Ik wil geen hond. Ik wil alleen honden knuffelen van andere mensen. Is dat hypocriet? Ja, maar ik ben bang dat ik een hond neem. Dat ik er niet goed voor zorg. Omdat ik het altijd zo druk heb met andere dingen. En een hond moet je echt goed verzorgen. Dat was niet de bedoeling. Het spijt me zo verschrikkelijk. I want to die for something that matters. Dat is echt atheïsme. Oh, Jezus. Of niet atheïsme. Heel veel mensen die een geloof hebben, die zeggen... Oh, je hebt niks om voor te sterven als je, zeg maar, niet gelovig bent. Ik zeg van, ik heb inderdaad niks om voor te sterven. Dus ik heb alles om voor te leven. Oké, wat ging we nou doen met deze van? Die hond zit achterin. Die hond, echt, ik kan sturen wat ik wil. Die hond blijft gewoon lekker chill zitten. Die hond is awesome. Ik noem die hond Fred. Fred de hond. En ik vind dat Fred de hond zijn eigen tekenfilmserie verdient. Vinden jullie dat ook? Laat achter in de reacties of je een titel hebt voor Fred zijn eigen serie op Netflix. Fred de hond. Hij heeft een leuk truitje. Shirtje. Dingen. Vind ik leuk. Vind ik wel leuk. Oh, wat gaan we doen? Moet ik schieten? Ik ben een slechte schieter. Maar die man is niet lief tegen de vrouw. En we gaan de vrouw redden, hoop ik. What's happening now, D-man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGF. Rustig, rustig. Nee, we gaan niet sharen. Nou. Nou, dit wordt me allemaal een beetje te veel. Doe eens vriendelijk. Doe vriendelijk. Oeh. Oeh, dit is spannend. Dit is dus intens spannend vanwege het feit dat die man niet vriendelijk was tegen de vrouw. Willen jullie weten hoe dit afloopt? Dit is super spannend. Dit is spannende YouTube. Ik wou zeggen spannende tv, maar dat slaat ergens op. Behalve als je dit natuurlijk Chromecast naar je tv, dan is het spannende tv. Hey, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Drunk GTA met Ivar. Nou, drunk is in the name en in the blood. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, dat had ik al gezegd. Doe ook een duimpje omhoog als jij denkt dat hond Fred zijn eigen serie verdient op Netflix. En laat in de reacties achter wat die titel van die serie moet worden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer terug bij een gloednieuwe GTA 5 met mij.